Woensdagavond organiseerde wielervereniging West-Frisia haar clubkampioenschap. Vele renners uit de eigen regio, maar ook veel renners verder weg en die voor West-Frisia rijden. In het begin al gelijk een kopgroep van twee renners, Patrick Stenks en Mark Groeneveld. In wielertermen een zelfmoord, maar bij de profs je even laten zien voor de sponsor in de camera. Later was er een serieuze ontsnapping. In die kopgroep zat ook Job van der Wal, Thijs Dekker en Steven Appelman. Coach Tino Haakman legde de zweep over het peloton en werden de koplopers ingerekend. Een echte serieuze ontsnapping werd na ongeveer anderhalf uur ingezet door Thibaut Swaan, Thomas Hartog en opnieuw Mark Groeneveld. Ze werden vlak na 2:15 en voor het ingaan van de laatste 10 ronden ingerekend door het ontketende peloton. In de laatste ronde ontworstelden ze John van der Wal en Jens sprong zich uit de greep van het uitgeweide peloton. Op de meet was Job van der Wal iets sneller dan Jens Pronk. De Nieuw-Zeelander Liam Keppel, wonend in Venhuizen, won de sprint van de rest en werd derde. Na afloop spraken wij met de winnaar Job van der Wal uit Amsterdam. Job van der Wal, ja. Halverwege koers, om een uur of half acht. Ja, toen zit je in de kopgroep. Klopt, ja. En jullie bleven een tijdje weg en dat lukte ook een beetje. Ik denk, ja. Dat was een beetje aftasten hoe de rest een beetje koerste. Ja, het gaat om de beurt springen de renners weg. Ja. En we zijn natuurlijk allemaal clubgenoten van elkaar, maar natuurlijk wel concurrentie onderling. Ja. En je weet wie er goed is. En er reden twee goede weg, dus dan ga je even mee. Hey, en ben je een sprinter? Nee, ik ben meer een beetje een puncher. Oké, dus ja, een tijdrijder. Meer een beetje zo van die 2-minuut-waardes, 3 minuten. Gewoon zo'n klein heuveltje, een beetje het kopje van Bloemendaal of zo. En ja. Lekker door de wind rijden, daar hou ik wel van. Ja. Vandaag het West-Frisia kampioenschap. Ja. Nou, een leuk parcours hier. Zeker. Lekker allemaal asfalt, geen klinkers. Ja, en dan kun je wel een behoorlijke snelheid maken. Ja, het is zeg maar, het gaat vooral om hard je door die bocht durft te rammen. Ja. Dan daar kan je het verschil maken. En er is één open stuk waar echt tegenwind is. En daar kan je echt, als je daar even 2 minuten of even een half minuutje doortrekt, dan kan je een gat slaan. Er waren heel lang 3 koplopers en ja. Die bleven lang weg. Jullie bleven een beetje aan een elastiekje zitten, want jullie dachten in de achterhoede, nou, we komen er wel op terug. Ja, je wil zeg maar het gat wel dichtrijden, maar niet te snel. Want anders schiet je eigen kruid. En er waren er 3 inderdaad weg. En eentje daarvan die kan echt heel hard rijden. Dus ze bleven gewoon even iets langer weg dan gepland. Ja. Maar gelukkig, ik denk 10 minuten van tevoren kwamen we weer bij elkaar. En dan begint het spel. Het werd behoorlijk gemopperd, hè? Van we moesten aansluiten. Ja, dat doen ze. Was dat team Tino Haakman die dat steeds de koers toch bepaalde? Ja, klopt. Dat is zeker Tino die dat doet. En die voert de manschap een beetje aan. Omdat, ja. Je komt uit Amsterdam, of klopt. Kom je oorspronkelijk hier ook vandaan? Ik kom oorspronkelijk uit Alkmaar, dus niet echt hier vandaan, maar... Nou, dan zou je zeggen, dan zou je bij Alkmaar Fixx moeten rijden. Ja, maar die hebben helaas geen klassieke ploeg of een elite ploeg. Nee. Ik verhuis binnenkort weer terug naar Bergen, dus dan woon ik iets dichter in de buurt. Ja, en dan dadelijk ook de grote koersen rijden in het buitenland en ook de koersen hier in Nederland. Ja. Ja, ze hadden het idee, we hadden in juli, zeg maar, afgelopen maand juli hadden we een buitenlands programma. Maar was ik helaas ziek geworden in Frankrijk. En ik ben daarna gevallen in de Zuiderzeeronde. En ja, je mist het, hè? Rondjes om de kerk. Ja, maar ook natuurlijk niet, de grote helaas. Koersen. Ja, het is zeg maar topcompetitie, dat gaat wel aardig door. Ja. Dus dat zijn de wat grotere koersen. In september waarschijnlijk weer? Ja. Bij eind augustus hebben we ook een koers. Dat is een UCI 1.2 koers. En waar is die? De ronde van de Achterhoek is dat. Dus in de Achterhoek ergens. Ja, dat is een hele mooie koer. Dat is bij Seerenberg. En dat is ook een behoorlijk heuveltje op, heuveltje af. Mondverland. Ja, ik geloof dat er een paar in zitten inderdaad. Ja, dat is een mooie, hele mooie koers. Maar toch behoorlijk wat asfaltwegen. Weinig klinkers.
Als je naar de Ronde van Drenthe gaat, dan zit je behoorlijk met de klinkers. Klopt, ja. Klopt. Die heb ik wel een keer gereden. Maar hier zit wel 10 kilometer gravel in, dus dat is ook wel lachen. Okay. Daar word ik ook wel selectief van. Nou, nog gefeliciteerd. Dankjewel. Tot.